Waar minister Geens van Justitie in België vorige week vooral heel goed in was, dat was zijn leedwezen betuigen in verband met de trieste moord op Julie van Espen. Maar waar hij niet goed in was, dat was te zeggen in interviews dat hij zich niet verantwoordelijk voelt. Dat kan zo wel zijn, maar je verantwoordelijk voelen is iets anders dan verantwoordelijk zijn. Daarom vind ik dus dat hij gerust had kunnen zeggen dat hij zich verantwoordelijk voelde. Maar dat was niet alleen wat hij had moeten zeggen. Hij had ook veel meer kunnen vertellen dat hij acties wilde gaan ondernemen. Want dat ontbrak een beetje in zijn verhaal. Een crisiscommunicatie is de eerste stap altijd. Zorgen dat je je leedwezen betuigt, maar ook acties nemen om aan te kondigen hoe je dit soort situaties in de toekomst kunt voorkomen. Hij had bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, dit is iets wat nooit meer mag gebeuren. Daarom moeten we met z'n allen, met de bevoegde instanties en wij als justitie, met het parlement, met de gerechtelijke macht, zo snel mogelijk bij elkaar komen om ervoor te zorgen dat we wetgeving creëren waardoor we dit soort trieste situaties niet meer kunnen laten gebeuren. En dat heb ik een beetje gemist in zijn communicatie. In zijn communicatie stond wel heel centraal dat defensieve eigenlijk, hè, door te zeggen van ik voel me niet verantwoordelijk. En soms vond ik hem ook een beetje defaitistisch. Hè, door te zeggen, kijk, we zitten hier nu eenmaal in een democratie waar we scheiding der machten hebben. Dus ik kan me als bevoegd minister niet eens bemoeien met wat er besloten wordt door rechters in het land. En daar heeft hij formeel ook gelijk in. Maar dat soort procedureel gepraat, hè, en het woord procedure heb ik in zijn communicatie ook heel vaak horen vallen, dat moet je niet doen. Trouwens, het woord procedure, daar ben ik helemaal allergisch voor. Je moet vooral zorgen dat je aansluiting maakt met de publieke opinie. En dat heb ik gemist. Juristen als Geens kunnen het heel goed uitleggen, maar heel vaak hebben ze net niet dat fingerspitsengevoel om die aansluiting te maken. En ik zou in dat verband ook eens willen verwijzen naar een mooie uitdrukking die ze in Engeland hebben. Daar zeggen ze, people don't care how much you know, but they want to know how much you care. En als hij wat meer die actie had benoemd, dan was hij ook veel meer als een caring minister naar buiten gekomen. En tot slot nog één ding, in de communicatie gaat het vaak niet om de feiten, maar wat als door de, laten we zeggen, publieke opinie als feiten wordt ervaren. Ofwel het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Dit was Evert van Wijk van Mediatraining Benelux. Wij geven mediatraining aan het bedrijfsleven en de politieke wereld in Nederland en België. Wilt u meer over ons weten? Kijk dan op mediatraining.be of mediatrainingbenelux.com. Bedankt voor het kijken.